nu zeg jij, Jan? Excuseer? Excuseer? Wel, dat is wel een heel raar naam, kind. Zeg mij serieus, of wat? Ik versta je niet zo goed. Hoe? Jij verstaat mij niet, of wat? Komt dat misschien door mijn rat-accent? Zeg dat je een beetje een accent denkt. Nou, zelf maar eigenlijk niet, maar oké, goed. Kunt u misschien iets trager spreken? Trager spreken? Oké, het is goed. Ik zal proberen een klein beetje trager te spreken, is het goed? Dus, nou goed luisteren, hè. Wie zeg jij en wat kom jij hier doen? Ik ben Mirilia. En ik zoek... ik wil de kapitein spreken. Oh, de kapitein wil jij spreken? Jongen, die neemt op de moment niet veel paard, vrees ik, joh. Het is heel druk op de moment. Vergeeft u mij voor mijn onbeschaafde vriend, mademoiselle. Laat mij even de deur voor u open doen. Het spijt me als ik stoor. Geen probleem. Sta me toe uw mantel aan te nemen. Dank u. Voilà. Enchanté, mademoiselle. Ja. Wel, ik zou dus graag uw kapitein spreken. De kapitein? Allee, ja. Bon, het is goed. Ik zal je naar hem toe brengen. Maar, hou het kort, hein? Niet te veel blabla, n'est-ce pas, hein? We zitten in een ernstige militaire crisis, hein? Dit is echt op heel serieus te nemen. Oei, voor een militaire crisis. Hebt u nog niet gehoord van de attack van de... Comment dire, de Dorsel? De Dorsels? Oui. U bent toch geen spion, hè? Nee. Dan is het goed. Alors, volgt u mij? De vreemde, nogal snobistische rat, die Mirilia op weg leidde naar de kapitein, vertelde haar over de staat van beleg waarin de ratten zich bevonden. Terwijl hij enthousiast uitweidde en wild gebaarde, wapperden de lange witte mouwen van zijn kanten hemd om hem heen. Ondertussen merkte Mirilia op dat de andere ratten een pak ruiger en stoerder waren dan haar gids. Noestig scherpten ze hun zwaarden, maar ook hun lange voortanden, op grote slijpstenen. Sommigen waren nog bezig hun wapenrusting aan te trekken, terwijl anderen al op wacht stonden met hellebaarden en zware mantels, gedempt en zenuwachtig pratend. Na een lange wandeling door het grote complex kwamen ze aan bij een tijdelijke verblijfplaats voor de rattenkapitein. Een eenvoudig, zanderig hol, enkel verlicht door één simpele olielamp. In het midden stond een ruwe houten tafel met erop een paar kaarten van het gangenstelsel in de omgeving van het meer. Over deze tafel stond de kapitein gebogen. Hij droeg een grote blauwe kapiteinshoed, getooid met een lange en sierlijke pluim. Een pluim die enkel onderdeed voor zijn enorme snor. Monsieur kapitein? Jawel. Dit is mademoiselle Mirilia. Zij is juist gearriveerd van zeer ver weg en zij wilde u onmiddellijk spreken. Nou, zo, Melia. Enchanté. Kapitein Knipoog. Het is maar zelden dat we door een schoonheid als de uwe worden verrast. Waaraan heb ik dit genoegen te danken? Wel, Voltom, de molalchemist. Hoe is het met die knorrige oude Voltom? Hij zag er goed uit, maar... Maar niet zo goed als mij. Ja, hij heeft natuurlijk niet uw ratachtige charme. Maar wat ik dus zou vragen was... Ja, je mag me alles vragen, lieverd. Wel, dan zou ik willen vragen of u toevallig nog in het bezit bent van geheugendrankjes. Geheugendrankjes? Oh, juist, ja. Die hebben we allemaal opgebruikt bij het herontdekken van onze oude vluchttunnels. Allemaal? Het spijt me, schoonheid. Dan
weet ik niet meer wat ik moet doen. Het spijt me, ik kan misschien beter gaan. Maar lieve juffrouw, wie zegt dat ik u toch niet kan helpen? Wat is precies uw probleem? Ik moet me iets herinneren dat ik niet meer weet. En niemand kan het me vertellen. Daarvoor is natuurlijk een geheugendrank altijd een goede hulp. Maar er zijn misschien ook nog andere middelen. Ja, denkt u dat echt? Natuurlijk. Ze noemen mij niet zomaar kapitein Kriboog. Wat stelt u dan voor? Wel, de legenden zeggen dat er op de bodem van het meer een kasteel staat gemaakt uit koraal. Waar ooit meerminnen leefden die nu lang verdwenen zijn. Is dat echt waar? Jazeker. En ik heb er bewijs van ook. Ziet u, de meerminnenkoningin Niagora beschikte over een spiegel. Waarin men, hier komt het interessante gedeelte, waarin men herinneringen en toekomstvisies kan zien. Oh, echt? Meent u dat? Oh ja. En het beste is, het werkt ook als een gewone spiegel, dus je kunt jezelf nog altijd bewonderen. Dat zal de geest. Dat is goed. Geest? Ik versprek me maar. Kapitein, kapitein, de dorsel, ze vallen aan. Wat? Snel, zet iedereen op de afgesproken posten. Maar we zijn in voorbereid. Het moet. Het is vechten of sterven nu. Mirilia, blijf hier. Je bent hier veilig. Maar... Alsjeblieft, blijf uit de buurt van de dorsels. En met deze woorden vlamde de kapitein, gevolgd door zijn bewakers, de kamer uit en snelde door de donkere gangen op weg naar zijn troepen, om de onverwachte aanval van de dorsels het hoofd te bieden. Mirilia bleef alleen achter en dacht na. Ze kon hier niet blijven. Ze maakte zich veel te veel zorgen om de geest. Het was tijd om zelf in actie te schieten. Ze verliet de ruimte en haastte zich door de gangen. Na een poosje bereikten ze de hallen waar er al hevige schermutselingen bezig waren. De ratten probeerden met hun glanzende stalen sabels de aanval van de dorsels te weerstaan, die met knoestige zwarte takken vochten waarop lange, vervaarlijke doorn stonden. Mirilia liep voorbij het gevecht en kwam uiteindelijk terecht in een eenzame gang. Daar werd ze plotseling omsingeld door 3 grote dorsels. Het waren inderdaad dezelfde lelijke wezens als het monsterlijke lijk dat ze had gevonden in de boom. Met uitdrukkingsloze gezichten kwamen ze op haar af. Eén van hen haalde een groot net boven, alsof hij Mirilia wilde vangen en meenemen. Wat willen jullie met mij? Ik heb jullie niets misdaan. Nee, maar... Laat haar. Zij is voor mij. Ga weg en trek al uw troepen terug. Waar bevoel? De meesters. Ben ik geen meester? Ga weg. Nu. Ja, meester. Ja. Geest? Mirilia, toen ik die monsters hierin zag slapen, wist ik dat je hier niet veilig waart. Ze noemden u meester. Ja. Blijkbaar lijk ik op de geesten die hun bevelen. Ik heb er dan maar gebruik van gemaakt. Het was het beste dat ik kon doen. Wat zou dat betekenen? Ik weet het niet. Maar ik begin te twijfelen of ik mijn verleden nog wel wil kennen. Niks van wat ik bijleer bevalt me. Ik vertrouw u nog altijd. Je bent toch niet slecht zoals die monsters? Misschien alleen maar omdat ik vergeten ben wie ik eigenlijk ben. Halt! Neem die geest gevangen! Nee, hij is niet wat je denkt. Mirilia? Nee, laat u niet bedotten, juffrouw. Daar zijn deze geesten erg goed in. Wat gaan jullie met hem doen? Een vernietiging natuurlijk. Nee. Lieve Mirilia, toch? Ik denk niet dat je het gevaar beseft waarin je verkeert. Nee, we moeten hem ondervragen. Ondervragen? Ja.
Ja, dat is nog geen slecht idee, Mirilia. Wel, mooi en slim. Een gevaarlijke combinatie. Zoals mijn vijanden maar al te goed weten. Goed, neem me mee naar de ondervragingskamer. Goed zo, daar hoort hij thuis. Nu. Mirilia, met u ook wat wijn? Nee. Hij is nogthans zeer excellent en zeer verleidelijk. Nee, dank u. Kunnen we niet eerst dit misverstand uitpraten? Misverstand, zegt u? Waarom? Wel, de geest hier is mijn vriend. Hij is niet gevaarlijk en hij heeft niks te maken met de Dorsels. Ik reis al mee met hem sinds ik ben vertrokken uit de Elfenboom in de buurt van Voltom. Dat overtuigt me nu niet bepaald. De geesten van de Zwarte Hand kunnen overal zitten. Waarom gelooft u me niet gewoon? Hij is helemaal geen geest van de Zwarte Hand. Wel, ik heb die geesten van de Zwarte Hand al gezien, zij het van op een afstand. En ze lijken toch wel veel op dit geval hier. Noem hem niet zo. Mirilia, weet u eigenlijk wat de geesten van de Zwarte Hand doen? Nee. Ze gaan op zoek naar elfen. Nemen hen gevangen en zuigen hun levenssap op. Daarna worden de elfen Dorsels, willoze monsters die enkel bestaan om vernieling en verderf te zaaien onder het bevel van de geesten. De geesten zijn het op één na krachtigste wapen van de Zwarte Hand. Ze zijn sluw, harteloos en oneindig berekend. Wel, de geest is niets van dat alles. Hij is lief en teder en oneindig betrouwbaar. Zou het niet kunnen dat hij u gewoon heeft ingepalmd? Nee, ik geloof het niet. Ik wil u alleen maar helpen, Mirilia. U beschermen. Daarvoor ben ik hier. Laat hem dan vrij. Hij heeft me toch gered van de Dorsels en hij heeft bevolen heel hun aanval te staken. Het feit dat de Dorsels hem gehoorzamen en meester noemen maakt hem juist zo verdacht. En de aftocht blazen was waarschijnlijk hun enige mogelijkheid toen ze zagen dat ik hier het bevel voer. Maar ik... Hij... Mirilia. Geest, wat gebeurt er? Uw hand ligt op. Het is iets dat ik heb ontdekt. Een vreemde gave. Maar het doet pijn. Het is mooi. Kapitein, zou een wezen van duisternis zoiets moois kunnen voortbrengen? Ik weet het niet, Mirilia. Misschien wordt het tijd dat we de vraag eens aan hem richten. Vertel me over uzelf. Kapitein, ik vrees dat u me nu juist vraagt wat ik niet kan beantwoorden. Ik ben vergeten wie ik ben. Ik zoek de waarheid en daarom reis ik met Mirilia mee. Ha! Daarom vroeg je mij naar dat geheugendrankje, Mirilia. Inderdaad, kapitein. Maar waarom zou een mooi, lief elfenmeisje zoals Mirilia meereizen met uw geest? Misschien kan ik haar helpen. Waarmee? Mirilia? Ik ben op zoek naar iemand. Misschien heeft de geest de persoon gezien die ik zoek in zijn vergeten verleden. Het is een heel kleine hoop, maar het enige waar ik me momenteel aan kan vastklampen. En hoewel we samen ontbering hebben doorstaan en duistere dingen hebben gezien, en ik mijn thuis heel erg mis, twijfel ik geen moment aan de beslissing die ik nam om samen met hem op pad te gaan. Het klinkt alsof jullie van elkaar houden. Dat is ook zo. Ik kan op geen enkele manier te weten komen wie jij zijt, geest. Maar ik kan het u wel laten zien. En hoezo? Mirilia, ik heb u al eerder verteld over de spiegel van koningin Yagora. Wel, wij ratten, als de dappere avonturiers die we zijn, zijn op zoek gegaan naar het koraalkasteel. En we hebben het gevonden ook. En dus ook de spiegel. Maar dat is fantastisch. Echter, enkel degene die in de spiegel kijkt, ziet iets van zijn verleden en zijn toekomst. En wat precies, dat is moeilijk te voorspellen. Sommigen zien slechts een banale herinnering, anderen zien alles wat ze ooit hebben meegemaakt in een enkel ogenblik. Dus, als we de geest laten kijken, zal hij waarschijnlijk zelf weten wie hij is, maar daarom wij nog niet. Kapitein, ik vertrouw hem.
Ik moet het van hem horen, Mirilia. Wel? Ik beloof u niet dat ik u de volledige waarheid zal vertellen. Maar wat ik u zal vertellen, zal waar zijn. Hij heeft dat recht. Elkeen heeft dat recht. Behalve de dienaars van de Zwarte Hand. Ik zweer u dat ik niet zou liegen. Ik heb nog altijd geen enkele zekerheid dat ge eerlijk zijt. Maar als Mirilia u vertrouwt, dan heb ik geen andere keuze dan hetzelfde te doen. Morgen brengen we u naar de spiegel. En dan zullen we misschien meer weten. Dank u, kapitein. Dank u. U hebt werkelijk de goede beslissing gemaakt. Dat schijnt een trekje van me te zijn, ja. Maar in elk geval, vannacht blijft de geest in zijn cel. En als jij hem nog vertrouwt naar de spiegel, Mirilia, dan zal ik hem laten gaan. Maar ik wil dat hij hier onmiddellijk verdwijnt. Dan slaap ik vannacht hier, in deze ondervragingskamer. En verdwijn ik morgen mee met hem. Het werd nacht. En de ratten keerden naar hun holen weer. Kapitein Knipoog hield even stil. En vroeg nog een laatste maal aan Mirilia of ze geen comfortabeler bed wenste dan een stoel bij de cel van de geest. Maar Mirilia weigerde. Toen doofde de kapitein alle toortsen op één na en wenste haar een zalige nachtrust toe. Stilte viel, tot plotseling de geest het woord nam. Mirilia. Geest, je bent nog wakker. Ja, ik heb het u al eens gezegd, hè. Ik slaap niet. Ik rust enkel. Juist. Gaat het? Het spijt me dat je in die sombere cel moet zitten. Dat kan ik wel verdragen. Ik ben al blij dat ik nog mag blijven leven. En dat heb ik alleen maar aan u te danken. Ik deed maar wat ik moest doen. Nee, Mirilia. Nee. Je deed veel meer. Veel meer. Niemand anders zou het zo voor mij hebben opgenomen. Ik wil u al lang vragen. Wat is het toch? Dat je mij kunt zien dat u zoveel vertrouwen geeft. Ik bedoel, ik heb alles weg van een monster. Geest. Nee, luister niet naar die gedachten. Maar hoe kan ik anders? Alles wat ik van mezelf zie en ken is lelijk en slecht. Is het lelijk en slecht om een eenzaam elfenmeisje te helpen op een moeilijke reis? Is het lelijk en slecht om haar te beschermen en te redden van dorsels? Ik ben een duister wezen, Mirilia. Ziet je dat dan niet? Beschermende engelen komen niet in zwarte kapmantels. En zien er niet uit als... als demonen. Ai! Kijk, geest. Kijk naar uw hand. Je straalt licht uit. Het doet pijn. Het doet pijn. Het doet soms pijn om licht in de wereld te brengen. Maar dat is wat je doet, geest. Dat is wie jij zij. Dat en niks anders. Geloof mij. Meneer, ja... Hoe kun je dat nu weten? Nee, neem mijn hand niet vast. Het licht doet mij geen pijn. Het verwarmt me. Het is stil in deze hal. Mirilia, zit jij bang? De spiegel zal u laten zien dat mijn vertrouwen in u juist is, geest. Nee, Mirilia, dat bedoel ik niet. Zit jij bang om zelf in de spiegel te kijken? Ja. Niet bang zijn. Niet doen. Ik ben bang om Nuzwik te zien. En toch niet te weten of hij ooit mij nog wel zal zien. Ik heb vertrouwen. Maar hoe kunt jij... Gewoon. Juist zoals jij, Mirilia. Ik heb gewoon vertrouwen. Jij zult Nuzwik weer zien. De volgende ochtend. Mirilia. Mirilia.
Het spijt me dat ik u moet wakker maken, Melia. Waar is de geest? Zijn cel is leeg. Het is zover. We hebben de geest gebracht naar de schatkamer. Daar staat de spiegel. Laat me meekomen. Kom, lieve Melia. De schatkamer was een langwerpig hol. Helemaal volgestapeld met kisten, goud, zeldzame kronen, enorme edelstenen en nog vele andere kostbare dingen. De grove, zanderige wanden baden in een warme gloed van enkele toortsen, wiens licht weerkaatste op het vele moois dat overal lag. Ergens achteraan in een hoek, onopvallend achter een paar kisten geplaatst, stond een spiegel met een rood doek eroverheen gelegd. Voor de spiegel stond de geest, zijn armen naast zijn lichaam. Aan weerszijde van hem stonden twee rattenbewakers. En net op dat moment kwamen Merilia en de kapitein binnen. Merilia. Hij wou niet kijken zonder u. Wilt jij eerst kijken, Merilia? Ik weet het niet. Enkel als jij het wilt. Ik ben een beetje bang. Maar is dat niet waar je eigenlijk voor op pad bent gegaan? Ja, maar nu ik hier sta, ik weet niet of ik het wel wil op deze manier. Wel, ik zou zeggen, luister naar uw hart. Nee, ik wil het niet. Ik wil dat jij kijkt, geest. En samen zullen we wel verder op pad gaan en zoeken. Iemand zoeken die Nuzwik gezien heeft. Ik ken het verleden en de toekomst wil ik zelf maken. Nee, ik kijk niet. Wel, ik moet wel kijken. Inderdaad. In uw geval begrijp ik dat het kijken in de spiegel geen bijzonder aangename bezigheid is. Tegenstelling tot mij natuurlijk. Zet je klaar, geest? Ik kijk. Verwijder het doek! Nuzwik! Waar ben ik? Jij hebt de grens verlaten. De poort betreden. De onschuldigen verlieten. Wat gebeurt er nu met mij? Je zult terugkeren, Nuzwik. Geest worden. Een gevreesd en schrikwekkend wezen. Hoe kan ik ooit veranderen? Hoe? Uw wijsheid moet groeien. Niemand zal redden. Maar enkel zuivere liefde en puur vertrouwen. Ik ben veranderd. In een schrikwekkend wezen. Mijn handen zijn nu klauwen. Pas op. Uw toekomst zult gij nu zien. Geest, weet je wat je wil weten? Ja, en meer. Mag ik even alleen zijn? Kapitein? Sluit de deuren, vrienden. We zullen u verlaten tot je op de deur klopt, geest. Van het woud. Ik weet nu alles weer. Alles. Waarom moet ik dit doormaken? Waarom moet Merilia dit doormaken? Ik ben Nuzwik. En ik ben vervloekt. Een onnozele jongen was ik. Gewoon te nieuwsgierig en niks meer dan dat. Waarom moet ik veranderen in een monster dat iedereen vreest? Waarom moet het zo zijn dat Merilia haar Nuzwik terugvindt? Waarom? Welk nut heeft het gediend? Waarom hebt jij mij dit aangedaan? Antwoord dan! Antwoord, dwaze adem die alles verbindt! En waarom moet ik naar die plaats? Waarom? Waarom zou ik eigenlijk doen wat die spiegel mij zegt? Wat van mijn wil?
Maar Mirilia... Mirilia... Het is voor haar. Het is voor haar. Dat dit moet gebeuren. Het moet. We moeten naar de zwarte rhododendrons. Ik moet dit doen voor haar. Het zal zo zijn. Ook al begrijp ik het zelf niet. Was Safra dan maar hier. En de geest die eigenlijk een Nozwik was, bleef praten tot zichzelf en bidden tot de adem van het woud en sprak zichzelf vol moed, tot uiteindelijk de kapitein op de deur klopte. Kom maar binnen. Wel? Mirilia, kapitein, ik kan jullie nu eerlijk vertellen dat ik geen geest van de Zwarte Hand ben. Natuurlijk niet, dat wist ik wel. Ik ben niet boosaardig en ik ben het nooit geweest. Maar er is iets anders. Ah? Ik moet, Mirilia... verder gidsen. En ik weet nu waarheen. Mirilia, ik zal wel enkele van mijn mannen met u meesturen. Nee, kapitein. Ik moet haar gidsen. Enkel ik. excuseert u mij, beste geest, maar u bent hier niet bepaald in de positie om tegen mijn oordeel in te gaan, hè? Als uw mannen ons volgen, zullen ze allemaal sterven, kapitein. Waar wij heen gaan, volgt niemand. Geest? Het spijt me, Mirilia. Ik wou dat het niet zo was, echt waar. Maar ik weet nu iets. En ik kan het u niet vertellen. Ik vraag u gewoon om uw vertrouwen. Nog even langer. En wat van mijn vertrouwen, geest? Denkt u echt dat ik u zomaar naar... een of ander gevaarlijke plek het laat... Het woud van de zwarte rhododendrons, kapitein. Dat is krankzinnig. Niemand gaat daarheen. Daar leeft het... Het monster dat de duisternis als lichaam heeft. En niemand, zelfs een razend knappe rattenkapitein, kan tegen dat monster op. Wel, wij moeten erheen. Om redenen die ik u niet kan vertellen. Beste geest, dit is allemaal zo verdacht dat het lachwekkend is. Ik moet u zomaar met een onschuldig en betoverend mooi meisje door de meest vreselijke plaats die ik ken laten reizen? Ik weet hoe mooi Mirilia is, kapitein. Dat hoeft u me niet steeds te vertellen. En ja, ik verwacht inderdaad dat u ons laat gaan door die vreselijke plaats. En u zult ons laten gaan ook, want dit heeft niks met u te maken. Maar geest, ik... ik ben bang. Echt bang. Ik ook, Mirilia, geloof mij. Maar dit is voor u. Echt waar. Mirilia, u kunt toch niet steeds vertrouwen op dit... Jawel, kapitein. Toch wel. We zullen gaan door dat woud. Maar ik wil wel weten waarom. Ik heb de toekomst gezien. Ja? Dat woud is de plaats waar jij Nozwik weer zult zien. Geest, is het echt waar? Wat doet hij daar? Hoe zag jij eruit toen je hem zag? Is alles in orde? Ik weet het niet meer, ja. Hij bewoog niet. Ik zag hem maar in een flits. Maar ik wist dat het in het woud van de zwarte rhododendrons was. Geef mij één reden waarom ik jullie naar die plek zou laten gaan. Kapitein, ziet u zelf als een man die dames met eer en respect behandelt? Oh ja,
Zeer zeker. Laat ons dan gaan. Ik wil gaan. En als u ons hier houdt, behandelt u mij als een gevangene. En niet zoals een dame verdient. Het is voor uw eigen best, wil Merilia. Nee, kapitein. Laat ons gaan. Ik dank u voor alles, maar nu moeten wij u verlaten. U hebt haar goed gehoord, kapitein. Laat ons gaan. Kwets haar. En dit zal uw einde zijn, geest. Ondanks de dreigende woorden van kapitein Knipoog, was hij uiteindelijk toch overtuigd door Merilia's eigen geestdrift om het vreemde tweetal op hun gevaarlijke weg voor te zetten. Een korte tijd later werden de geest en Merilia naar de oevers gebracht van het koraalmeer. Daar stond een heel eenvoudig vlot klaar, dat met een lange stok in het water werd aangedreven door een oude rat in een versleten kapmantel. Het was een grijze namiddag en een geheimzinnige mist versluierde de bomen aan de overkant van het meer. En daar moesten onze vrienden zijn. Met tegenzin nam de kapitein afscheid van Merilia en keek na hoe het prachtige elfenmeisje met de afstotelijke geest naast haar zijde langzaam van hun weg dreef in de bleke, grauwe mist. Aan de overkant van het meer zag alles er anders uit. De bomen leken minder gesteld te zijn op bezoek, alsof ze iets te verbergen hadden dat het daglicht niet mocht zien. Ze stonden krom gebogen bij elkaar en kraakten en steunden zelfs wanneer er heel weinig wind was. Maar hier moesten Merilia en de geest zijn. En toen ze afscheid hadden genomen van de oude veerman, gingen ze meteen verder op pad door het bos. Na een tijdje kwamen ze aan een plaats waar de dicht bij elkaar gegroepte bomen zich meer begonnen te verspreiden. Hier werd het woud een statige zuilengalerij onder een hele hoge koepel van bladerdek. De grond werd vlakker en de bodem donkerder. Her en der ontmoetten ze meer en meer zwarte struiken, rhododendronstruiken. Hoe verder ze gingen, hoe groter de struiken werden. En uiteindelijk werden ook de hoge bomen donkerder en donkerder. En de geluiden van gewone vogels maakten steeds meer plaats voor de vreemde geluiden van onbekende wezens, waarvan Merilia niet eens zeker wist of het wel vogels waren. Alles werd donker. Het woud van de zwarte rhododendrons. Die zwarte, glanzende struiken lijken zo onnatuurlijk. Er is iets niet juist aan deze plaats. Zelfs de grond lijkt uit een diep donkerpaars klei te bestaan. Ruik. De geuren zijn indringend en tegelijk dof. Het lijkt wel een andere wereld. Geest, ik ben echt heel bang nu. Merilia, laat me mijn mantel om u heen slaan. Merilia, weet jij wat het monster dat de duisternis als lichaam heeft, wat het eigenlijk is?
Ja. Sephrodon heeft er nooit iets van verteld. Hij zei dat het overal waar het donker was, kon opduiken. Ik weet wat het is. En het is niet zomaar een monster. Is het wel goed om hierover zoiets te praten? Ja. Ja, ja. Ik vind dat je dit moet weten. Dit monster, Irelia, is de Zwarte Hand. Ja. Al de duistere machten die door dit woud dwalen, komen van dit wezen. Het is een wezen uit een andere wereld. Het voedt zich met duisternis, want het is de duisternis. En niet alleen de duisternis van de nacht en de schaduw, maar bovenal, de duisternis van binnen. Al onze donkere gevoelens, telkens wanneer we bang zijn, boos zijn, jaloers zijn, geven we voedsel aan dat monster. En hoe sterker en krachtiger het monster wordt, hoe meer het gestalte geeft aan zwarte geesten. Geesten die elfen veranderen in dorsels. Geest, je maakt me heel gerust nu. Ik ben zo geen geest, Mirilia. Ik weet het, maar... Zuivere liefde. En puur vertrouwen. Wat? Dat heb jij mij gegeven. Nu begrijp ik waarom ik een afstotelijke geest moet zijn. Dat is het. Zuivere liefde. Puur vertrouwen. Geest, waar heb je het over? Ik begrijp het niet. Het monster is in de buurt. We moeten verder. Het is zo stil in dit deel van het bos. De avond valt. Als ik naar boven kijk, dan zie ik enkel nog heel ver de donkere lucht boven ons. En als ik achter ons naar het bos kijk, dan ziet alles er zo donker uit. Zo donker, zo zwart. Mirilia. Kijk daar. Wat een enorme, kromme boom. Zo'n wortels vormen een heuvel. Kijk wat er op de heuvel staat. Vreemd. Het lijkt wel een soort altaar. Of een stenen bed eerder. Er is iets bijzonders aan die plaats. Ik voel het. Heel mijn wezen voelt het. Geest, je knipt plots zo hard in mijn hand. Ik wil niet dat jij ook bang bent. Het is zover, Mirilia. Dit moest gebeuren. Dit moest gebeuren. Wat moest gebeuren? Je zult het zo meteen zien, Mirilia. Leg mij op het altaar straks. Doe het straks. Ik begrijp er niks van, geest. Waarom? Je zult het later wel weten. Het is nu zover. Kijk daar. In de donkerte van het bos. Twee grote rode ogen. Een hand! Een enorme hand! Het is slechts een schaduw, Mirilia. De mooiste elf in mijn woud. Kijk daar, je goed ingeleid geest. Kijk mij goed gedien. Ik heb u nooit gedien. Gediend mij nu. Zij is hier. Ze grijpt
niet uw wereld, duisternis. Dit is niet uw rijk. Overal is het rijk van de duisternis. Onder elke steen en elk wezen is er schaduw. Laat haar los! Geest, ik voel me verslappen. Zo helder. Maar ook zo snel weer gedoofd. Ver boven het hoge bladerdek, terwijl Mirilia de wens van de geest inwilligde. Ze nam zijn gebroken lichaam in haar armen en beklom langzaam en voorzichtig de heuvel. Daar legde ze teder de geest neer op het eenvoudige stenen bed. Mirilia knielde en keek omhoog. Ver boven haar reikten de takken naar elkaar, zoals mensen en wezens naar elkaar reiken in deze eenzame wereld. Daarboven was de hemel donker. Ze liet haar hoofd zakken, nam de magere hand van de geest in de hare en huilde. En op de mantel van de geest. En ze weende
tot ze uiteindelijk door slaap werd overmand. Geest? Hij is weg! Geest? Mirilia. Nuzwik, ja. Maar een heel andere Nuzwik nu. Mijn Nuzwik! Mijn lieve Nuzwik, mijn lieve geest! Mirilia, ik... Ik weet het, Nuzwik. Ik weet wie je bent, wie je waart. Hou me nu gewoon vast. Nee, Mirilia. Ik wou gewoon zeggen... Ik zie u graag. Nuzwik was terug. Maar nu was hij niet langer de jongen die hij ooit was, maar een man. Een knappe, jonge elfenman, met kracht en wijsheid in zijn blik. Mirilia kuste hem en samen keerden ze weer door het bos, onderwijl pratend en genietend. Nuzwik was veranderd, maar Mirilia zag nog steeds iets van de jongen van vroeger in hem. En ook nog steeds iets van die geest die hij was geweest. Die geest leefde nu voort in Nuzwik. En het licht dat hij had uitgestraald leefde in hem en in heel het woud. Want de zwarte rhododendrons waren weer groen geworden. En een gouden zonneschijnsel verlichtte het bos. En zo keerden Nuzwik en Mirilia zonder angst weer terug door het woud en ontmoetten ze opnieuw Redla. En zelfs zij feliciteerden Nuzwik met zijn duidelijke verbetering van verschijning en besloot ook om de beide elfen toch nog maar eens terug te brengen naar hun boom als het dan echt moest. En daar aangekomen werden Nuzwik en Mirilia meteen omhelst door Barm en Tanna, die gelukkiger waren dan ze ooit waren geweest. Een groot feest werd gevierd ter ere van de terugkeer van de twee vermiste elfjes. De tijd ging voorbij en Nuzwik en Mirilia voelden de adem van het woud in hun hele wezen. Samen werden ze nu door Safredon onderwezen in de geheimen en mysteries van het woud om hem vele jaren later als dorpstovenaars op te volgen. Nuzwik en Mirilia hadden veel geleerd op hun vreemde avontuur en samen ontdekten ze nog veel prachtige magie en ontrafelden ze nog heel wat geheimen. Maar nog steeds was er veel dat ze nooit zouden begrijpen van de adem van het woud. En allebei wisten ze dat dit voor altijd zo zou blijven. Dat geen enkele elf ooit alles kon kennen of alle geheimen kon ontdekken. Maar van alle dingen die ze samen leerden kennen en samen hadden ontdekt, was er nog altijd één dat het mooiste was. Dat geheim dat ze hadden ontdekt op een mysterieuze reis als Mirilia en de geest. Het geheim van zuivere liefde en puur vertrouwen.